set the other on fire. Goedendag, goedendag, goedendag. Yo, Mr. Sampa en Jezo. Oh man. Zo, heerlijk aan de dag begonnen. Ik ben gewoon lekker bezig geweest. Heel veel mailtjes gestuurd, heel veel belletjes gepleegd. En nu heb ik een beetje honger. Er is markt, het is nu 5 over 6 over 12. En de markt is een put hier zo. En ik ga er even heen. Ik ben al een paar dagen niet. Heb ik al geen video's gestuurd. Dat komt omdat ik geen wifi heb. Ik heb geen wifi gehad. Ik heb wel wifi gehad via mijn telefoon. Maar dat was mijn 3G die ik connecte via mijn laptop. En daarmee kunnen we nog een paar dingen doen. Maar ik kon geen video's versturen, want dat kost te veel MB's. Dus dat zou ik snel door mijn MB's heen gaan. Daar had ik geen zin in. Dus ik moest geduldig wachten. En nu heb ik weer wifi. Dus nu gaan we weer lekker knallen. Iedere dag. Maar ik ga dus nu even op weg naar de markt, want ik moet even eten. Ik heb nog niet gegeten de hele dag. Even kort wat gaan eten daar zo. Ja, tenminste, ik ga niet eten daar, denk ik. Maar ik ga even kibbeling kopen met een paar bonnetjes. En dan kom ik op weg naar huis. En dan ga ik thuis eten. En dan ga ik weer verder. Maar even kijken. Even wat meer in de lucht komen staan. Fresh naar de kapper geweest. Al een paar dagen terug, maar het ziet er nog steeds heerlijk uit. T-shirtjes, joh. Ik heb nieuwe t-shirtjes binnen. Heerlijke t-shirtjes. Fucking geniale t-shirtjes. Heel mooi. Maar dit zijn proef t-shirtjes. Dit zijn testdingen. En ik ga er een beetje mee rondlopen. Even kijken of het aandacht trekt. Meer is het eigenlijk een beetje niet. Maar als je geïnteresseerd bent, laat het me weten in de comment. Het is mooi. Het zijn mooie t-shirtjes. Zijn niet zo duur. €14,95 voor deze. Deze is met een korte mouw. Lekker stofje. Heerlijk, zit goed. Perfect. Logotje hier zo. En mooi dingetje. En dan heb ik ook nog eentje met een lange mouw. Helemaal tot en met je arm. Of tenminste, ja, je arm helemaal. Ellende vol. Tot en met je handen. Lange mouw dus. Zoals het altijd is. Lange mouw. Maar in ieder geval, dus ik heb eentje met een lange mouw. En die is €19,95. Voor eentje. En voor twee is dat... Even denken. Hoeveel zijn die ook alweer? €29,95. Voor twee. Voor twee stuks €29,95. En voor die korte mouw is twee stuks €24,95. Ze zijn niet zo duur. Ze zijn mooie t-shirtjes. Lekker. Zomerse t-shirtjes. En ook, ja, weet je, je kan ze in de herfst aandoen. Gewoon lekker. Hoe moet ik dat zeggen? Seizoen t-shirtjes, ja, dat moet ik zeggen. Seizoen t-shirtjes, lekker. Weet je, ik heb ze nu gewoon wit, lekker simpel, mooi kleurtje. Niet zo moeilijk. Met een zwarte logo, breintje, weet je. You know waar het breintje voor staat. Dat. Nee. Weet je, het brein is voor mensen die weten wie ze zijn, die weten wie ze willen worden. Die vooral weten wie ze willen worden en daardoor weten wie ze zijn. En het is voor mensen die 100% gaan voor wie ze geloven te zijn. En die 100% inzetten om te kunnen doen wat ze willen doen. Ondanks wat voor omstandigheden dan ook. Weet je wel, wat voor moeilijkheden dan ook. Weet je, dus dat is het. Dat is waarvoor het staat. Even mijn raam opengooien. Helemaal. Maar daarvoor staat je brein. Weet je, ik ga straks zo meteen... Als ik weer terug ben van de markt, ga ik even onze filosofie als bedrijf ga ik even een beetje opnoemen voor jullie. En een beetje uitleggen waarvoor het staat, weet je, wat het met je inhoudt, wat het is. Maar daarvan ga ik even een paar korte filmpjes maken ook nog. Ga ik op Insta zetten, op Facebook ook. Maar ik ga even kijken hoe dat een beetje uitpakt, hoe dat een beetje uitwerkt. Maar daar heb ik zin in. Dus ik ga nu lekker op weg naar de markt, anders ben ik nog te laat ook. Ik ga geen vis halen. Ik ben viswinkel, daar heb ik geen zin in. Dat is te duur. Dus ja, ik ga vismarkt. Zie jullie zo weer.
Sir, ik ben al een poosje terug nu. Heb lekker gegeten, lekker vol buikje. En ik ga nu weer lekker verder. Netflix. Ik heb zoveel genetflix over eerder. Maar ik ga nu stoppen met Netflix, want ik moet mijn tijd even wat anders gaan besteden. En ja, even wat geld besparen. Dat is ook chill. Ook als maar 8 euro of 10 euro. Ja, 10 euro, want ik had 2 beeldschermen. Maar even wat geld besparen. Dus I'm gonna stop with that shit. Netflix gewoon helemaal stoppen. En dan misschien even kijken. Als het een beetje lukt. Iedere maand of zo. Eén keer naar de film of zo. Naar bioscoop. Is ook wat leuker. En dan met iemand anders even. Met vrienden naar het bioscoop en zo. Dus zo, ook een ander sfeertje. In plaats van de hele dag, of best wel vaak, laat ik zo zeggen, achter Netflix zitten en alleen maar film kijken. Dus ik ga mijn tijden anders besteden. Dat wordt leuk, heb ik zin in. Dus I'm gonna say that shit off. Maar ik ben nu bezig met een winkel. Ik moet even nieuwe kleren gaan ontwerpen, kleding. Even kleding gaan ontwerpen voor hun, truien en t-shirtjes. En dan... ja, nadat ik het gewoon ontworpen heb, dan moet ik even een foto maken via de mail sturen naar hun. En dan gaan we even kijken. En dan gaan we even kijken of ik dan even een afspraak met hun kan maken. En dan moet ik er langs. Dus daar heb ik wel zin in. Ik heb nu wat leuks getekend. Best wel simpel. Even kijken. Een simpel tekening. Ja, zoiets. Maar ik moet de achterkant nog doen. Maar ja, dat is gewoon best wel simpel. Leuk ontwerp. En ik ga even kijken met de producent of dat allemaal mogelijk is. Ik heb een bedrukking in mijn hoofd. Ze noemen het 3D print of zo. En dan is het een soort van. Het is een soort van plastic stof. Is zacht. En dan gaan ze eroverheen drukken. En het zijn truitjes. Die truitjes heb ik al ontworpen. Dus dat is al gewoon klaar. De truitjes. De kleur ligt ook al klaar. Alleen de bedrukkingen erop. Daar ben ik dus. Dat is wat jullie net zagen. De bedrukkingen. Dus dat wordt leuk. Heb daar zin in. Maar ik ga nu als eerst even Netflix afzeggen. Chill. Dat wordt leuk. Dus. Er staat helemaal niks voor. Even kijken. Ja. Zo. Ik had dus gezegd dat ik een beetje zou uitleggen wat onze filosofie is. Waar we voor staan. Wat ons drijft om te doen wat we doen. Weet je. En heel simpel. Ik zal beginnen bij de naam. De naam. Van het bedrijf, van ons bedrijf, is I am that I am. En wat we ermee willen zeggen is, ik ben wie ik ben. Heel simpel. Zoals bijvoorbeeld, mijn naam is Yomi. En mijn naam betekent geluk. En weet je, als ik mezelf voorstel aan iemand, zeg ik ben Yomi. Ik ben geluk. Wat ik dus zeg is, ik ben geluk. Ik ben Yomi. Wat er volgt naar ik ben, is wie jij gelooft te zijn. Je hebt wel eens, weet je, soms zijn we moe. Soms zijn we moe in ons lichaam en dan zeggen we, oh, wat voel ik me moe. En dan word je ook echt moe, omdat je dat zegt, omdat je dat gelooft, omdat je erin gelooft van, hey, ik ben moe. Terwijl als je dat nou zo omdraait, ik heb energie, ik ben energie. Ja. Wat ben ik actief, wat ben ik energiek vol, weet je wel. Dan krijg je energie. Ja. En dat is min of meer waar we voor staan. Ja. Wij geloven in jou, in wie wij zijn. Wij geloven dat wij zijn wie wij bedenken. Wie wij, waar we over praten. Wat we in ons hoofd hebben. Ja, vandaar de logo, de brein. Ja, ik ben dat ik ben. Ik ben iedere gedachte dat in mijn hoofd zit. Iedere gedachte, iedere stemming, iedere gevoel, iedere
iedere emotie, iedere beweging dat ik maak, dat is wie ik ben. Ja? Dat is waar we aan geloven, weet je wel. En dan, oh man. Ik ben wie ik ben. Ja? Alles wat je om je heen ziet is gecreëerd door iemand anders die niet veel slimmer is dan jij. En laat ik zo zeggen, jongen. Jouw gedachten over jezelf vormen jou, maken jou wie je bent, maken jou speciaal. Want er is niemand zoals jij op aarde. Er is niemand boven jij. Degene die jij bent op aarde. Ik ga even opnemen, ik word gebeld. Maar dus, om verder te gaan. Ja. Jij bent. Weet je, je bent je gedachten. Je bent wie je hierboven denkt. Weet je, als je ergens moeite mee hebt. En je denkt, shit man, ik heb hier zoveel moeite mee. Dan ga je er moeite mee hebben, want je gelooft erin. Weet je wel, dat is wat er in je hoofd omgaat. Is wat je bent, is wie je bent, is wie je doet, wat je doet, hoe je doet. En alles wat er gebeurt hier zo buiten. En dit is wat er in mijn hoofd omgaat. En dit beweging dat ik maak met mijn hand. Dat is wat in mijn hoofd omgaat. Dus, weet je, en dat is het. I am that I am. I am that I am. En als tweede... zeggen we, some people say dress for the job you want, but we say dress as a person you want to be. Wat we daarmee zeggen is, weet je, je bent, we zeggen werk, ik wil niet echt werk zeggen, ik wil meer leven zeggen. And some people say dress for the job you want, but we say dress as a person you want to be. De persoon die je wilt zijn, is je werk. Is wie jij wilt worden, is wie jij bent. Gewoon iedere dag. Dat persoon dat je wilt worden, dat je voor je ziet. Daarom zeg ik ook. Als je weet wie je wilt worden, weet je wie je bent. En dat is zo. Weet je. Some people say dress for the job you want. But we say dress as the person you want to be. Kreeg je als de persoon die je wilt zijn. Wie ben jij? Wie wil jij worden? Ja. En dan hebben we als derde nog iets. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Ja, die is vrij simpel. Die snap je wel. Als je weet wie je bent, dan begin je met wijsheid. Dan begint de wijsheid. Is het begin van alle wijsheid die je kan hebben. Als je weet wie je bent. Ja, als je weet wie je bent, begin je met het weten van alle wijsheid die jij kan vormen in jezelf, die jij kan delen met de wereld, die jij kan observeren uit de wereld. Begin je daarmee, weet je, maar dat begint bij het weten van wie jij bent. Wie ben ik? Weet je, dat is het. En nog iets, whatever follows I am will come looking for you. Ja, dat gaat weer terug naar het begin, naar het eerste, I am that I am. Wat er volgt naar ik ben, komt je opzoeken. En dat is, ja, wat je komt opzoeken is wie je bent. Zoals ik net al zei, I am happy, I am joy, I am enjoyable, I am energy, I am amazing, I am overwhelming, I am great. Wat je maar kan bedenken, weet je wel, heet je Piet, Arjan, weet ik veel, wat dat naam betekent, of wat dat betekent wat je zegt, is wie jij bent. Is wie jij, oh man, wie jij hier in jouw kopie bent, jouw hersenen, weet je. Dit breintje, dit plekje zo stuurt het hele lichaam aan. En het grappige is, het stuurt niet alleen het lichaam aan. Het vormt onze wereld. Alles wat je om je heen ziet is gecreëerd door iemand die niet veel slimmer is dan jij. Man, we beginnen met leven, man. We moeten beginnen met leven. We moeten beginnen met geloven. En het geloven in wie wij zijn, wie jij bent. Geloof in jezelf. Zoek uit wie je bent. En voer erop uit. Niet meer en niets minder, weet je. Alles wat ik maak hier zo, dat is voor mezelf, weet je. En ik mag het delen met de wereld. Als de wereld het wil, dan deel ik het met de wereld. Oké, chill. Dus, ja. Yeah. Dat is waarvoor wij staan. En dan ga ik naar de volgende weer. The only person... Oh, nee, sorry. Nee, niet de only person. The only thing about a man that is a man is his mind. Everything else you can find in a pagan horse.
Weet je, het enige wat een mens maakt, is zijn gedachten. Nogmaals, weet je, dan ga ik weer terug naar hierboven, want het breintje, het blijft zo grappig. Dat is wat we zeggen, dat is wat wij, wat ons vormt, dat is wie wij zijn. Het enige wat een mens maakt, is zijn gedachten. De rest, ja, de rest. Het enige wat een mens maakt, nogmaals, hè, is zijn gedachten. Het enige wat een mens maakt, is zijn gedachten. De rest, dus bijvoorbeeld de ogen, de neus, de hoofd, het lichaam. The everything else you can find in a pig and a horse. Alles voor de rest, je binnen, je organen, dat heeft een paard, dat heeft een hond, dat heeft een varken, dat heeft een vogel. Een vogel heeft precies hetzelfde als wat jij hebt, misschien een andere vorm. Maar voor de rest heeft een vogel, een slak, of weet ik hoe je het maar kan noemen, precies hetzelfde als jij. En het enige wat jou anders maakt dan de slak, dan de dieren, dan de dingen om je heen, is dat jij gedachten hebt. En jij je gedachten bent. Dat is het enige wat jou anders maakt dan alles wat om je heen zit. En het feit is, je bent alles wat om je heen is, maar wat je anders maakt dan wat om je heen is, is jouw gedachte. Hier. Dit hier zo. Dit hier zo. Dat is wat je anders maakt. Dat is wat je anders maakt. Weet je? En dan gaan we naar. Jongen, en zeggen we dit. You are your greatest challenge because you're in control of yourself. Jij bent je grootste uitdaging, want je bent in controle. Of jezelf. Jij controleert wie jij bent. Jij gelooft in wie jij gelooft te zijn. Jij bent wie jij bent. Jij. Oh man. You are in control of yourself. Jij bent in controle over jezelf. Jij controleert je leven. Jij hebt jouw leven in de hand. Niemand anders. Weet je, je kan wachten tot iemand anders je dingen gaat geven. Maar dat gaat je niet helpen. Dat gaat je niet vervullen. Dat gaat je niet blij maken. Jij bent in controle over wie je bent. Ja. En wat nog meer. Every child grows up with the hope of being something special in life. Oh ja, ik ga eens te snel, wacht even. As you think, so shall you be. As you think, so shall you be. Zoals je denkt, zo zal je zijn. Ja. Dat is, ja, die spreekt ook voor zichzelf. You create who you want to be. To your imagination. Jij creëert wie jij wilt zijn door jouw fantasie. Door jouw fantasie, door jouw gedachten dus. Jij creëert wie jij wilt zijn door je fantasies. Jij creëert wie jij wilt zijn door je fantasies. Door wat jij denkt, dat is wat jou creëert, dat is wat jou maakt, dat is wat je vormt. Weet je? En wat nog meer. Always be yourself, express yourself. Have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it. Always be yourself. Express yourself. Have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it. Wees altijd jezelf. En druk jezelf uit. En geloof in jezelf. En ga niet naar buiten. En zoekende naar een successful personality. Naar een succesvolle persoon. En hem nadoen of zij nadoen. Nee, wees jezelf. Uit jezelf. Geloof in jezelf. En wees altijd jezelf. En ja, zoals ik net al zei. Every child grows up with hope of being something special in life. Weet je, we weten dat iedere persoon op aarde gelooft. Een droom heeft. Iedere persoon heeft een droom. Maar iedere persoon is ook degene die in controle is over zijn droom. Jij hebt je controle. Jij hebt controle over je droom. Jij weet wie jij wilt zijn. Voer erop uit. Voer erop uit. En nog iets. Nog eentje. You know. Whatever you do, do it well. Do it so well that when people see you do it, I want to come back and see you do it again. I want to bring others and show them how well you do what you do. Weet je? Wat je ook doet. Het maakt niet uit wat je doet. Maar doe het goed. Doe het zo goed dat mensen naar je toe komen. En als mensen het zien, dat ze de volgende keer weer terugkomen. Met andere mensen. Hè, om die andere mensen te laten zien. Dat wat jij doet. Geweldig is. Hè. Dus doe. Wat jij doet. Doe het goed. Het maakt niet uit wat. Het maakt niet uit wat. Het maakt niet uit. Het maakt echt geen ene reet uit. Wat het is.
Maar doe het goed. Doe het goed. Doe het zo goed dat mensen naar je toe komen. En doe het zo goed dat wanneer die mensen naar je toe komen, dat ze als ze de volgende keer terugkomen, dat ze met iemand anders terugkomen. Huh? Doe het zo goed. Voer het zo goed uit. En dus geloof in jezelf. En dat begint met geloof in jezelf als je dingen uit wilt voeren. En goed uit wilt voeren. En als laatste. Ja. Remember who you are in order to think different so you can push the human race forward. Dat brengt alles wat ik net besproken heb. Dat laatste zin brengt alles bij elkaar. Herinner je wie je bent, zodat je anders gaat denken en zodat je uiteindelijk de mensheid vooruit kan duwen. Weet je, als je weet wie je bent, dan ben je al anders dan iedere persoon dat je maar kan bedenken. Je bent anders, maar je moet jezelf zijn. Dus herinner je wie je bent. Herinner je wie je bent. En leef daarvan uit. Weet je? Ik ga zo meteen, ik laat je zo'n video zien. Ja, en het is een geweldig video. Ik heb hem al eerder laten zien, maar in een andere vlog heb ik hem al laten zien. Maar het was zo'n mooi video. Ja, dus het laat zien hoe perfect en hoe geweldig jij bent van het begin. Van het begin voordat jij geboren werd. Het moment dat jij ontstond. Uit je vader kwam, in jouw moeder ging. Vanaf dat moment, hoe geweldig jij bent. Wat je hebt meegemaakt. Hoe je groei ging. Dat laat de video zien. Dus geniet ervan. En, weet je, tot de volgende keer weer. Hè? Check alles uit op die t-shirtjes. Die komen binnenkort op bol.com. Ik moet nog even een paar foto's maken daarvoor en zo. Die patches die staan vandaag denk ik op bol.com als ik het goed heb. Nog steeds bol.com die is zo lang. Maar ik ga even kijken. Dus dan staan ze erop. Dus ja, die t-shirtjes die vind je over 2-3 dagen of zo. Die moet ik er zelf opzetten. En dan zien jullie hem daar zo. Dus weet je. Bedankt voor het kijken. Subscribe. En een prettige dag toegewenst. Wees altijd jezelf, geloof in jezelf. En voer uit. Voer wat je uitvoert op jouw beste manier. Op jouw beste manier met je volledige kracht, met je volledige energie. Doe dat en je zal uiteindelijk worden wie je voor je ziet. You have absolute control over only one thing. And that is your thoughts. This is the most significant and inspiring of all facts known to humans. This ability to control your thoughts is the sole means by which you may control your own destiny. If you fail to control your own mind, you may be sure you will control nothing else.